Bloep. Yo mensen van Twitch Gaming en leuk dat jullie willen kijken naar GTA. We zijn momenteel zwaar in de problemen geraakt. Want we hadden een keuze. We konden Michael vermoorden of Trevor. Maar we hebben de Dead Wish gekozen. Dus antwoord eigenlijk C. Ja, ik weet dus niet of het de beste manier, eigenlijk de beste keuze was gemaakt. En ja, nu moeten we eigenlijk naar Franklin toe om onszelf weer te redden. Dus. Tuurlijk wel. Kom op. Oh, kut. Niet de slimste move. Ik had er bij de overmaar aan moeten denken, denk ik. Oh, kut. Is dat faggot hier beneden? Kut, chopper. Ja. Ik moet me even tagging houden. Ik ga echt dood anders. Zie ik daar nou nog twee choppers? Nee, toch? Kut. Even in de fucking modus. Ja, we gaan kunnen. Wat? Sterf. Kom op, ben je weer fucking? Ik zag je hierboven. Ik zag hier fucking hierboven. Nou, wie moet ik overschakelen nu eigenlijk? Wat? Het lijkt net alsof we 10 meter van elkaar weg zitten. Kut, alle calls zijn mij mis, maar oké. Okay. Michael, misschien even naar Michael toe, even kijken wat daar gebeurt. Kijk, we moeten even de kids goed, alles goed houden. Wat de fuck hadden we geschoten dan? Je hebt ook dood, man. Doe bij. Oké. Okay. Kom op. We can do this. We gaan dit doen. We hebben de Dead Wish eigenlijk overleefd, dus dat scheelt best wel heel erg zwaar. Yes, we did it. Hell yeah. Meestal is de beste aanval. De beste defense, de aanval. De beste verdediging is de aanval. We hebben net verdedigd, dus nu is het eigenlijk beter om meteen de aanval in te zetten, want dat verwachten ze nooit. Nee, dat ben ik weer, maar... We kunnen ook altijd nog zeggen, van, we pakken een boot, een duikboot en we gaan voor onderduiken. Maar ja, dat ben ik weer. Een loose end. Ja, spier. Ja. Lester. Hallo, Lester? Kit, is this you? Hey, it's me, dawg. You're alive. I no. Nah, but look, I got you on speakerphone. Did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? On the ground wheels. You just calling for a chat? No, we got some work to do.
We moeten het werk doen. Oké, we gaan. Dus. Stretch, wat? Dat is best wel een pittige uitdaging voor. Dus we hebben binnenkort de mogelijkheid wie we allemaal gaan elimineren. Okay. Dus we gaan nu opsplitten en. Nou, het zal niet zo zijn. Jezus. Oh, dit allemaal nog bij de missie? Jawohl. Dus, we hebben een paar mensen die we nog gaan elimineren. Dat is best wel fijn. Dus don't fuck it up! Voor mij kunnen we de route nog best wel sneller maken door in één rechte lijn te blijven rijden. En niet doodgaan, dat is denk ik de main concern. At the very moment. Niet doodgaan. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat het best wel gaat, maar... Ja. Who will tell? En we missen mijn auto, omdat die... Kaboom Day. Die heb ik helaas moeten opofferen voor dit geweld. Waar ik best wel veel spijt van heb. Want ja, nou ja, de auto was toch al niet meer in een goede status. Dus ja. Zo erg was dat er ook weer niet. Lamar, hoe moet Lamar nou weer? Daarvoor, waarom bellen we Lamar? Hey Lamar, that was above and beyond, homie. Nothing above and beyond when it comes to the homies, homie. Ja, de homies, homie. Lol. Zo. Michael and Trevor too. Be great. You a real homie. We own you. You too, homie. We ownen hem. We zijn hem niet verschuldigd. Verschuldigd. Sorry. Oh shit, I know that voice. You creeping on some fools, huh? Yep. Lay low, my nigga. Kak! Ja, gelukkig was de telefoonconversatie niet heel erg boeiend voor mij. Dus we hebben zo meteen nog een mogelijkheid uit voor deze twee idioten nog om ook hun zooi te vermoorden. Of dat is een keuze die we hebben. Van wie we de beste willen gaan doen. Eigenlijk zou ik Trevor kiezen omdat hij psycho is. Dus wel wat methodes zal gaan uitoefenen op mensen van ja, ultimate rampage kills of dergelijks. Auto zonder lamp, wat? Die hebben we vaker tegengekomen in deze game. Dat is best wel cool. Of iemand anders tegen me aangereden, dat kan ook nog. Maar dit motorrijteritje duurt wel heel erg lang. Nou, ja, gelukkig zijn we er al bijna. Hop. Het ziet eruit toch wel of we langs het water moeten, dus... Nou, dan nemen we de korte route dan niet meteen. Dus ja. Badapapapapapa, da-da-da-da-da. Hij zit hier boven verder. Misschien dat ik toch de voorkant moet nemen, maar oké. Okay. Wacht. Ik zag een uitgang, ingang, dingetje. Ik verneuk het echt ook gewoon weer, hè.
kut. Sukkel. Fucking mongol, waarom gooi ik hem toen? Ik gooi hem veel te vroeg. Rieterij, hebben we dan nog een keus? Hebben we dan de sticky bom nog? Ik hoop het echt wel. Wat? Fuck. Oké. Dood. Kom op. Schiet! Hij verongelukt zichzelf op te bellen. Oh, wat? Wat? Wie, wat, waar, hoe? Loesekops, oké. Dat is niet moeilijk. We gaan gewoon op het strand. Komen ze toch niet? Zo snel, denk ik, dacht ik. Misschien ooit op een dag. Nou, dat is één van de missies dus die we, denk ik, moeten doen. Vroom. Oh, motor, die klinkt als geil. Ah, donder op! Jullie hebben me niet gezien. Yes. Dit is niet echt de beste plek. Moet even stoppen. Nope. Als we nu uitstappen ben ik gewoon zo fucked. Dan kan ik beter nog in het water springen. Ze komen hier toch niet. Ze komen hier niet. 100% zeker weten denk ik niet. Hey, I got out clean. You dudes ain't gonna have no more triads coming after me. We ain't gonna have anyone to sell soup. Hey, I got out clean. You dudes ain't gonna have no more triads coming after me. Fuck the motor, even serieus. Oké, we hebben dus meerdere mensen nog steeds. We hebben dus alle keuzes. Dus ik hoop dat Trevor heel dicht in de buurt zit. Voor mij was ik een langste weg naar toe bij, maar oké. Heb ik ook sticky bombs? Ah, wacht even kijken. Yes, we hebben ook sticky bombs voor Trevor. Ik weet dus niet welke we kunnen best gaan gebruiken. Ik ga eerst voor de API. Nou, dat gaat een beetje lang duren. Donuts. Kijk wat je dat doet. Wat? Dammit. Bloemp. Nou, gelijk dat missie net zo... Gaat het stuk met Michael ook net zo makkelijk, voordat de hele boel fucked up gaat. You don't know me! You don't know me! I didn't do anything! Ik heb niks gedaan. Ik weet niet waar mijn kamer sprak. Yo,
Je hebt geen beeld op mij. Je weet niet wie ik ben. Oh ja, natuurlijk. Yep, we hebben eigenlijk een bril nodig, maar oké. Okay. Wie geeft er een fuck om dat? Dus laten we snel zorgen dat de politie even bij je kunnen raken en dan gaan we door naar Michael. Michael met de grote eikel. Kijk, waar kan ik me best gaan verstoppen? Yep. Paal, boom, uppakee, hier. Dit lijkt me een mooie locatie. Kom op. Hey, Lester! Kut, ik wil door. Mansion. Whatever. I'll go up there and get him. Oké, dus we hebben nog één. Maar mensen, dat bewaar ik jullie weer voor de volgende keer. Dus mensen, abonneer je op dit kanaal. Volg ons op Twitter, Twitch en op Facebook. Doe een blauw duimpje omhoog. Mensen, keep it you, keep it Dutch. Tot de volgende keer. Later.